Dit is de burgemeester van Waalre. Een erg speciale burgemeester, want Marcel Oosterveer is namelijk bijna blind. Rechts eigenlijk niks, alleen kleuren. Links kan ik nog in een heel klein postzegelstukje nog wat scherp zien. Een paar jaar geleden zag hij nog alles en nu nog maar voor 8%. En ze weten de oorzaak nog steeds niet. Zijn ze nog steeds aan het onderzoeken. Het feit blijft wel dat het zeker zo blijft, dan wel slechter wordt. Nooit beter. Goedemiddag. Ja, hier waren al mensen aan het praten of er stond een prullenbakje. En dat is allemaal gewoon weggehaald. Dus in mijn looplijnen zijn geen obstakels meer. De plattegrond van de werkruimte die zit in je hoofd. En dan ga ik ook wel zonder stok lopen en dan hou ik me met mijn hand vast. En dat vind ik eigenlijk net iets fijner, maar het is wel spannender. Ondanks zijn slechte zicht kan de burgemeester wel al zijn taken uitvoeren. Zoals op visite gaan bij een dame die 100 is geworden. Gefeliciteerd. Dank u wel. Wat een mooie leeftijd heeft u. Ik heb wat voor u meegenomen. Ik kan het niet lezen. Maar ik heb het wel voor u meegebracht omdat het een hele mooie herinnering geeft. En het is de dag dat u geboren bent. En de krant van die dag, de originele krant, heeft u gekregen. Oh, alsjeblieft. Hoera! Hoera! Alleen iets alledaags als het zetten van koffie gaat niet altijd goed. Ik ben een koffieliefhebber, dus dan wil je allerlei soorten smaakjes hebben. Gaat niet. Helaas digitaal, dus je moet gaan zoeken naar welk knopje je moet indrukken en dat kan je niet voelen. Ja, u hebt eigenlijk op het scherm gedrukt. Het ja, maar dat is dubbele dan, espresso komt eraan. Dat is dan lastig, hè? Ja, dat vind ik ook dan weer zonde. Zo gaat dat. Maar je zou de burgemeester niet zijn. Ik heb de luxe dat ik op mijn eigen kamer een koffiezetapparaatje heb.